Op deze tekening zie je een meisje zitten in een jaren 70 kuipstoel. Het lijkt op een ei. Ze heeft een blinddoek voor, dus ze kan niks zien. Het is erg donker. Is dat zo omdat ze geblinddoekt is en de omgeving voor haarzelf donker aanvoelt? Of is het echt donker om haar heen? Misschien speelt ze blindemannetje. Of zou er wat anders aan de hand zijn? Een kindje met een grote doos over haar hoofd. Je ziet geen gezicht, alleen een paar roze beentjes en zwarte gimpen. Waarschijnlijk is het een meisje vanwege de knalroze panty. De doos is bekleed met een zwarte stof met witte kringels. Een patroon die de kunstenaar deed denken aan hersens. Is ze bang of verlegen dat ze zich verstopt in de doos? Of is ze gewoon very smart, heel slim? Een meisje met een goed stel hersens. We zien twee geborduurde doekjes. Beide doeken bestaan uit allerlei lapjes stof die aan elkaar genaaid zijn, alsof ze gerepareerd zijn, als patchwork. Op de ene staat de tekst Look at the Bride, daarboven een aantal wit geborduurde stipjes. Die komen van de bladmuziek van Daar komt de bruid, dat de kunstenaar ooit als snipper op straat vond. Het kan dat in de achtergronden verwerkt is, zou kunnen verwijzen naar een bruidsjurk. Op het andere doek een afbeelding van een meisje, eigenlijk ook een ongevonden object, namelijk een plaatje van internet. Het meisje zit wijdbeens, in haar rug een paar gebloemde kussens. Ze draagt een blauw blouseje, het lijkt lieflijk, de kleuren en de borduurstekjes. Maar tussen haar benen zit een trechter, dat verstoort het beeld. Wat is de bedoeling daarvan, de betekenis? In het midden van de galerie zie je twee beelden op de grond staan. Het zijn Mickey en Kelly. Twee meiden die stoer voor zich uitkijken. Maar kijken ze eigenlijk wel? Ze hebben geen ogen in hun gezicht. Ogen, mond of neus zie je niet. Maar toch maken we het gezicht zelf compleet in onze gedachten. De beelden staan op de grond. En als je bedenkt dat de galerie een zwembad is, dan zouden ze half in het water kunnen staan. Of half uit het water kunnen komen. Een kunstenaar kan in het werk dingen weglaten die je zelf in je eigen gedachten kunt maken. Zo kan iedereen bij het kunstwerk ook zijn eigen idee of gevoel hebben. Heb je ook gezien dat de beelden zijn gemaakt van allemaal lagen hout? Als je die bij elkaar optelt, weet je misschien wel hoe oud Mickey en Kelly zijn. Of zou je kunnen bedenken wat de kunstenaar ermee zou willen zeggen? Op dit schilderij zie je twee meisjes bokjes springen. De kleding die ze dragen is wat ouderwets. Ze lijken uit een andere tijd te komen. Het is alsof één meisje naar je toe springt. De verf op de achtergrond en het linnen doek schijnen door de meisjes heen. Toch zijn ze duidelijk te zien, maar zien we hun gezichten niet. Ook de plek waar ze spelen is niet herkenbaar en maakt het schilderij geheimzinnig. Het beeld dat we hier zien lijkt misschien in eerste instantie een heel erg boos meisje. Haar gezicht heeft menselijke trekken en woede spat er vanaf. Met een priemende blik in haar blauwe en rode oog kijkt ze ons aan. De titel luidt I was first. Het is geen gewoon meisje. Haar blauwe gezicht, de twee witte hoofden op de plek van de handen, de glanzende balletje op het hoofd, haar kleding, alles vertelt een verhaal van een andere wereld. De kunstenaar noemt het polymorf. Een binnenwereld die naar buiten komt. Is ze boos omdat wij misschien niet geloven dat ze eerst was? Het meisje op dit schilderij heet Naomi.
Ze slaapt op een heel groot bed of op een groot laken. Het is licht, dus misschien is het overdag. Zou ze diep slapen? Ze ligt niet lekker diep onder de dekens. En het pak dat ze aan heeft lijkt meer op een overal of een legeruniform dan op een meisjespyjama. Waar zou ze zo moe van zijn geworden dat ze daar zo ligt? Slaapt ze eigenlijk wel? Ik zie een meisje met een rode strik in haar haar. Het lijkt alsof ze in een armsteegje woont. Ze heeft een grijzig hemd aan. Ze komt een beetje triest over. Of misschien is ze ook wel rustig aan het nadenken over wat ze gaat doen. De titel van het beeld is symbiose. Symbiose betekent langdurig samenleven van twee of meer organismen van verschillende soorten, waarbij het samenleven voor tenminste één van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk is. Wie zou in dit beeld het meest voordeel hebben om zo samen te leven? Is het meisje of het beestje wat wel iets weg heeft van een hondje? Deze tekening heeft als titel BFF, Best Friends Forever. Beste vriendinnen maken samen veel mee. Wat zouden ze hier hebben meegemaakt? Van dit meisje zie je het gezicht bijna niet, door haar lange haren die tot over haar lichaam hangen. Op de plek van haar tepels zitten ogen. Dat maakt de tekening vreemd. Wat zou de kunstenaar hiermee willen zeggen? Het meisje in dit portret heeft vier ogen. Daar word je een beetje zeeziek van. Je weet niet waar je moet kijken. Misschien weet ze zelf niet waar ze kijken moet. Op dit blauw met witte schilderij zie je een boomstronk in blokjes verdeeld. In het midden lijkt een figuur te zitten. Het is een meisje, het is de kunstenaar zelf, toen ze 5 jaar was. De titel van dit schilderij is FOMO 1.3. FOMO betekent in internettaal Fear of Missing Out, dat je bang bent om dingen te missen en daarom altijd overal bij wil zijn. Dit meisje is er niet, dus ze is niet overal bij. Er zitten nog 3 kleine schilderijtjes op het grote schilderij, om te laten zien dat er altijd meer is, dat dingen altijd een extra laagje hebben, dat je eigenlijk toch altijd iets mist. 1.3 in de titel wijst op 1. Het grote schilderij. En 3 op de 3 kleintjes. Op deze levensgrote houtskooltekening zie je een meisje bovenop een stoel staan, met haar rug naar ons toe. Hoe oud zou ze zijn? Waarom staat ze daar en hoe voelt ze zich? Op haar gezicht kun je dat niet aflezen. Is het misschien de stoel, haar jurk? Zijn het de afgezakte kousen of de schoenen die ons meer kunnen vertellen over haar? Hier zie je een schilderij met 2 meisjes. Het heet zusjes. Wie is er ouder? Of is het misschien een tweeling? Het zouden ook wel vriendinnen kunnen zijn. Een van de meisjes heeft wit met zwarte stippen kleding aan en zwart met witte stippen. Het andere meisje draagt een witte jurk. Ze lijken een beetje zielig. Zou er wat aan de hand zijn? Ze zijn wel gek met elkaar. Op lijsten met daarin allerlei witte lapjes, soms met kanten randjes. Het is vergeeld, lijkt oud textiel. Op de lapjes staan woorden, zinnen. Het zijn Engelse zinnen, zoals
Bijvoorbeeld She Waited. In het Nederlands Zij Wachten. Of Alone, Motionless, She No Longer. Alleen, roerloos, zij niet langer. En She Lost Her Balance. Ze verloor haar evenwicht. In alle zinnen is er sprake van een zij. Een soort verstildheid, passiviteit. Maar wie is die zij? En waar wacht ze op? Waarom beweegt ze niet? Waarom blijft ze waar ze is? Het lijkt te gaan over meisjes of vrouwen die zich schikken, afwachten. Iets uit het verleden is. In deze tijd eigenlijk niet meer kan. Misschien heeft het ook wel iets moois en sereen in zich. De poëzie van het afwachten. Op dit hele grote schilderij zie je een meisje zittend op een bankje, wachtend, lezend. Het is de dochter van de kunstenaar, toen ze 5 jaar was, in het Kruller Müller Beeldenpark. Er overheen zie je de grote letter A en de kleine letter A. De grote A is geselecteerd, waardoor de kleur omgekeerd wordt. Zwart wordt wit, wit wordt zwart en roze wordt lichtblauw. De knop op je toetsenbord, Ctrl A, betekent dat je alles selecteert. De kunstenaar bedoelt hiermee dat je kind alles selecteert, aanzet, op dat moment het belangrijkste wordt.